Hallo lieve kijkbuiskindertjes, een kookworkshop van mij, of hoe je het ook wil noemen, een leuke vlog. In de vorige vlog heb je gezien hoe ik pindakaas gemaakt heb, omdat ik niet elke dag gewoon een broodje pindakaas eet en wil eten, maar het toch op wil maken zonder mijn fandom weg te gooien, heb ik bedacht dat ik maar eens mie ga eten, met kip en met paprika en pindakaas. En dan voeg ik daar allerlei lekkere dingetjes aan toe. En dan wordt dat vast wel heel erg lekker om te eten. Ik heb het water voor de mie inmiddels heb ik al een poosje opstaan. Met wat zout erdoor uiteraard. In de tussentijd kijk ik de groenten. Groenten zeg ik. Nou, en zoals jullie zien verschuift mijn plank nogal. Even een handige tip die ik ooit zelf ook geleerd heb. Nat vaatdoekje eronder. Klaar, verschuift hij niet meer. Het water kookt, dus daar kunnen de mienestjes bij. Die kan ik dan straks gaan roeren, bakken. Ik heb mijn paprika gesneden, nog een uitje snipperen. Sommige mensen hebben last van tranen in de ogen door het uien snipperen. Ik heb niet echt een tip om dat tegen te gaan. Ik heb wel een andere tip om uien makkelijker te snijden. Als je je ui halveert en dan in de breedte eerst insnijdt en dan je ui insnijden. Als je nu snijdt, krijg je handige blokjes. Mijn water staat erop in kookt. Ik heb mijn uitjes gesnipperd. Ik heb mijn paprikaatjes klaar. Ik heb de kip al voorgesneden gekocht. Het scheelt me een hoop werk. Ik pak nu een grote pan. De ui. Ik zet mijn pan voor dit altijd op het heetste vuur. Uitje lekker aanfruiten. De kip erbij. Ook hiervoor geldt het hete vuur weer. Zo, ondertussen mijn pastaatje wel klaar, die giet ik even af. De mie moet ook niet te lang opstaan, die moet wel beetgaar blijven. Een scheut maggie bij de pindakaas. Flinke scheut olie. Ik doe daar rode pepersaus bij. Meng het even goed door elkaar. Ik zet mijn vuur zacht. Gewoon een lekker pakje zo. Ik heb nu de pindakaas, de ui, de paprika en de kip bij elkaar. En ik besluit dat er nu nog wel wat groente bij mag. Zo. Ik vind het ook nog wat te dik, dus ik voeg water bij. Nu komt het moment dat ik de mie toevoeg. Dat roeren we nog even goed door. Ik vind dit dus altijd wel een beetje een gedoe. Als een van de kijkers nog een tip heeft hoe je dit het beste doorroert. Ik hoor graag tips. Of kom een keer gezellig bij me langs. Kom een keer voor me koken. Kom een keer bij me eten. Graag, gezellig. Vind ik leuk dat je langskomt. Mijn deur staat altijd open. Ja, behalve in de winter. Dan is het gewoon te koud. Maar in de zomer heb ik graag mijn deur openstaan. En als je van de winter bij me langskomt, bel dan gewoon even aan. Dat is ook prima, dan doe ik de deur open. Ik weet het, flauw grapje. Misschien niet zo'n interessante vlog, misschien ook wel. Dan ook. Ik zeg in ieder geval voor deze keer tot de volgende keer. Over 2 weken komt er weer een. Mensen, bye bye. En oh ja. Eet smakelijk.